Veel mensen waren de afgelopen maanden dolgelukkig. Eloïse van Oranje was lekker opgehoepeld naar de andere kant van de wereld. Om precies te zijn naar New York. Velen hoopten dat ze daar zou blijven, maar de graafinfluencer besloot toch maar terug te keren. Vorig weekend gooide ze haar eigen glazen in. Ik ben nu heel eventjes terug in Nederland en ik heb daardoor de tijd gehad om een beetje te wennen, zegt Eloïse van Oranje in de video op Instagram. Ik wil wel even benadrukken dat ik niet geland ben, in ieder geval niet mentaal. De eerste paar dagen spendeerde ik deels in Den Haag, vrienden zien, familie zien, met de hond zijn, koffietjes doen, wijntjes doen. Aan iedereen die me vraagt hoe het is om terug te zijn, zeg ik hetzelfde. Het voelt aan de ene kant alsof ik twee weken ben weggeweest, vervolgt Eloïse van Oranje, die klaarblijkelijk echt denkt dat mensen daarop zitten te wachten. Het is echt voorbij gevlogen. Ik denk dat dit grotendeels komt omdat ik nog niet echt de tijd heb gehad om te landen en om te reflecteren. En anderdeels voelt het echt alsof ik een jaar bent weg geweest. Ik dacht echt: ik kom terug in Nederland en ik heb alle tijd om te reflecteren, om foto's terug te kijken, om verhalen op te schrijven. Maar wie hield ik voor de gek? Ik had veel te veel om te doen, zoals mijn kamer opruimen en organiseren. Koekoek. Daarom duurde het ook langer om dit met jullie te delen, omdat ik niet wist wat ik moest delen. Het zou volgens een aantal mensen die ik heb gesproken tot wel een maand kunnen duren voordat je echt terug kan kijken op je reis. En het is heel belangrijk om je verhalen op te schrijven in een journal. En ik zou bewust moeten kijken naar wat ik heb geleerd. Die laatste zin valt niet lekker bij mensen. Ze is net maandenlang in New York geweest, is pas twee weken weer in Nederland en heeft dan behoefte aan vakantie. Absurd. Evert Santegoets van Weekblad Privé stoort zich echter nog ergens aan. Eloise liet weten dat ze per ongeluk de verkeerde trein had genomen en daardoor zomaar in Rome was beland. De media dook er bovenop, maar Santegoets noemt het Larikoek. Ik geloof werkelijk niet dat jij de trein naar Bologna wil pakken, maar dat je Italiaans zo slecht is dat je in de Roma-trein stapt en daar een week blijft zitten. Jordi Versteegde, de co-host van de podcast Strict Privé, Denk dat het op zich wel zou kunnen, maar Evert is onverbiddelijk. Dit is natuurlijk heel obvious onzin van de bovenste plank. En dan de verkeerde trein pakken? Ik geloof er niets van.